Ja, hey, boys and girls. Het is je boy Glenhoofd. En zoals jullie achter mij kunnen zien, heb ik een grijze muur. Ik moet een paar dingen uitleggen waarom dat ik 5 maanden heel weinig video's heb gemaakt. Allee, heel weinig, gewoon om 2 weken ongeveer. Ik ga jullie dat allemaal uitleggen. Ik zie dat mijn camera een beetje te hoog staat, dus ik ga je echt alles uitleggen, oké? Okay? Ik beloof het jullie. Oké, dat ziet er een beetje beter uit. Oké, wat is er dus aan de hand geweest? Eigenlijk, ik ben verhuisd. Ja, zoals jullie ook kunnen zien, zit er een microfoon voor mijn bakkes. Waarom? Omdat mijn camera tering ver staat. Dus ja, snap je dat? Oké, ik zie mijn eigen dubbel. Kijk. Daarom dat er minder video's waren. En we gaan waarschijnlijk ook vragen. Tony huis, Tony kamer. Maar niet alles is klaar. Mijn camera is zo goed als af, op een paar kleine dingetjes na. Ik weet niet of dat jullie het kunnen zien, maar hier moet er nog iets gemaakt worden. Ik moet mijn bed eigenlijk ook opruimen, maar nu zien jullie er toch niks van. Ik moet ook de dingetjes aankopen die ik pas, wanneer dat deze video online komt, in die week dus, ga ik pas de dingetjes kunnen aankopen. Dan kan ik wel al een kamertour shit doen, als jullie dat willen. Niet alles is gedaan, want als ik naar daar kijk, moet er nog een muur gedaan worden. Maar het probleem is ook, ik moet dingetjes aankopen, zoals onder andere studio foam. En die shit is gewoon fucking duur als je het bekijkt. Het kost ongeveer 1 muur bij mij is tussen de 200 à 400 euro. Ongeveer, ik zeg ongeveer, you know. Softboxen komen er ook nog aan. Allemaal andere dingen. Beeldschermen moet ik ook nog aankopen. Gewoon een aantal kleine dingetjes. En ik werk ook. Ja. Yeah. Dus daarom dan nog heel weinig video's waren de afgelopen dagen. Dus ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen. De support is ook weer gedaald. Waarom? Omdat ik geen interviews maak. En er komen heel waarschijnlijk wel nog interviews, maar veel minder. Wat voor video's komen er? Heel waarschijnlijk weer terug binnen video's, omdat ik redelijk ver woon nu van de stad. Maar dat ga ik nog zien hoe ik die shit ga doen. Ja, dat. Ik heb geen roze pet, want mijn pet is vuil en kapot. What the fuck, wat heb ik daar zien vliegen buiten? Ja, dus voor de mensen die zich afvragen, ik weet niet of ik het verteld heb. Ik woon in... Dat is een uur van de stad uit. Dat is fucking in een boerenhol. Ja, shut the fuck up mensen, ik probeer een video te maken. Weet eens dat mijn buren gewoon in mijn tuin kunnen, in mijn kamer kunnen kijken. Dus als ze nu buiten staan en ze kijken naar binnen, zien ze mij praten tegen een microfoon, tegen een camera met een wit licht aan. Hebben jullie mijn vorige video ook gezien? Was een liedje, you know, 3 tracks in 1 clip. Check die shit gewoon, ik heb er echt hard aan gewerkt. Ik heb 2 dagen amper geslapen om die dingen te maken. Dus, oké, ja, show love, krijg love. Ja, de ballen. Only shit, ik trek. Bitch, ga aan de kant. What the fuck is this? No.